Welkom allemaal, ontzettend fijn dat jullie hier zijn allemaal vandaag live. Want we zijn hier bij elkaar opnieuw, 5 jaar nadat we een eerste convenant tekenden met het taalnetwerk in Uden. Zijn we hier nu opnieuw bij elkaar om een taalnetwerk, digitaal netwerk, een nieuw convenant te tekenen. Wil ik het woord geven aan meneer Bakermans. Ja, toen ik hier naartoe reed, dacht ik aan de betekenis die we elke keer geven met taal en hoe ingewikkeld het soms kan zijn. We gaan stilstaan en toen dacht ik, als ik dat zeg stilstaan, dan is stilstaan heeft al heel veel betekenissen voor sommigen. We staan stil bij, maar het is ook letterlijk stil kunnen staan. Dat die ontwikkeling dus ook in Landert ondersteund kan worden en dadelijk, en dat vind ik eigenlijk nog veel fijner, wat dat zijn plek krijgt in de nieuwe gemeente Maashorst. En met de belofte ga ik nu Maarten Prins, als je het goed vindt, de microfoon overdragen. Hier tegenover mij zitten heel veel mensen die heel hard gewerkt hebben aan waarom we hier vandaag zijn. En dat zijn jullie allemaal. Die al jaren vormgeven aan het samenwerken om mensen een goede taal bij te brengen. Johanna, mag ik jou vragen als eerste om te komen ondertekenen?